Yo mensen, we gaan weer een nieuwe video. En vandaag is het een hele ontspannen, rustige video. Ik heb namelijk vandaag een hele hoop Squad Builder Challenges voor jullie. Die gaan we lekker unlocken. We gaan even kijken namelijk. Het is vandaag, volgens mijn agenda. Donderdag 27 juli, afgelopen donderdag. Kijk, ik ben natuurlijk op dit moment op vakantie, dus ik heb heel veel dingen voorbereid. Vandaag je ziet bijvoorbeeld Squad Builder Challenges. Op het moment dat je deze video kijkt, zijn die al lang weg. Bijvoorbeeld deze, ik heb hier nog 21 uur voor. Die gaan we alle vier even doen, denk ik. Oh, die Sterling, ga ik hier doen? Weet ik niet. We gaan deze drie in ieder geval even doen. Die zijn ongelooflijk goedkoop en leuk om mee te pikken. Daarnaast hebben we hier een Marky matchup. Gaan we meepakken. Al is alleen maar voor het feit dat Mark in zijn naam staat. Prank! Ja, dan moet ik hem sowieso mee pikken. Die Rashford hier, ja, daar geef ik maar liever 0,0 fucks om. Torres vind ik iets te duur. Even verder kijken. Wat hebben we hier? We hebben Aubameyang. Ja, ik kan ook lekker mijn reden roesten. Hier zo Morata. Morata, ja, vind ik wel leuk om mee te pakken. Maar hij is een leenspeler, dus moet ik ook niet zoveel. Lampard heb ik al. Gerrard. Gaan we Gerrard unlocken? Dat weet ik niet zeker. Xabi Alonso en Laam vind ik wel leuk. Daar gaan we misschien even naar kijken. Er is wel één Squad Builder Challenge die heb ik al een keer gedaan. Was voor mij gisteren heb ik die gedaan. Die heet het Jaar van de Haan. En daar kan je nu even naar kijken. Yo mensen, ik ga nu even het Jaar van de Haan unlocken. Ik heb geen idee wat het inhoudt. Voor mij krijgen we daar wel een Team of the Season pack van. Dat vind ik lekker. We gaan even kijken. Wat hebben we hier? Spelers uit hetzelfde land. Maximaal 2. Competitie maximaal 3. Club 6. 4 gouden spelers. Volgens mij kunnen we hier gewoon die gouden spelers meteen droppen. Gewoon hier meteen 2 League 1 of zo. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke competitie je doet. 3 League 1 uit hetzelfde land. Ik denk dat het Frans het makkelijkst is. Oké, dan gooien we hier bijvoorbeeld deze Kerbrad neer. En dan een centimichtje. Deze Ferret. Prima. Dan nu een spitsje uit de League 1 uit een ander land dan Frankrijk. Dus volgens mij in mijn hoofd klopt die zo, hè? Laten we eens even meemaken. Dan gooien we, weet ik veel, neer Sio of Erdink. Of, ja, laten we Sio maar doen. Dan moeten we nu een spits hebben uit Ivoorkust, uit een andere competitie. En mensen, ik heb het allemaal in de gaten. Even kijken, Ivoorkust. Ivoorkust. Een spitsie. Pakken we Traoré wel even mee. Die is vrij goedkoop. Dan iets uit de La Liga. Want daar komt Traoré vandaan. Even kijken, La Liga... Een centraal middenveldertje, pakken we deze hele goedkope Pardo mee. En dan nu nog even de centerbackie. Dan hebben we nog meer, dan pakken we deze mee. Om af te sluiten, Llorente, en zijn we al binnen. Zijn we al binnen, dames en heren, we zijn gewoon binnen. Chaka, Jack in the Box, dubbelstift. Aas, Jack in the Box, terug op stift, elleboog op tafel. Oké, gaan we inleveren, dit is mooi. We krijgen ervoor een kit. Die kit hebben we niks aan. 888 munten. Ja, die munten, 888, maakt me geen ster uit. En één team van de season speler. En die vind ik wel lekker, die laatste. De laatste team van de season speler, die wil ik wel even meepakken. Dan gaan we ook even Ronaldo uitpakken. Die komt hier aan. Ronaldo, wat hebben we hier? We gaan het meemaken. Die kit, ja, die heb ik zelfs al. Die moet ik wel discarden. Oké, we moeten de kit discarden helaas. En dan hebben we die pack. Die pack, daar gaat het om mensen. We hebben hier een pack. 1 willekeurig team van het seizoen. Ja, we krijgen waarschijnlijk echt een hele slechte, een of andere knockout of zo. We krijgen iets heel slechts. Kom maar door. Het is geen walkout. Wat hebben we hier? We hebben echt een hele slechte non-walkout team van het season, hè. Oh ja. Doe iets, ja. Dit is pijnlijk. Is hij untradable of is hij tradable? Hij is untradable duur iets, ja. Oké, wij stoppen hem in de club. We hebben echt helemaal gereed aan verder. Wat kut zegt dit. Oh, wat kut. Dit is pijnlijk. Oké, Jaar van de Haan viel een beetje tegen. Maar goed, we gaan dus nu beginnen met de Marky matchups. De Marky matchups zijn leuk. Ja, leuke dingen. We gaan even kijken. Wat krijgen we daarvoor? Een team van een toernooispeler of zo? We gaan even kijken. Team van de toernooispeler. Ja, die gaan we meepakken. Even kijken, hier hebben we dus 4 dingen die we moeten unlocken. Chelsea Inter, leuk Chelsea. Arsenal Benfica, Monaco PSG en Leipzig Sevilla. We gaan gewoon van linksboven naar rechtsonder werken. Even kijken wat hebben we hier. Monaco 1, PSG 1, competitie maximaal 6, minimaal 80. Oké, niet zo heel moeilijk. 85 teamgeest is wel veel. We gaan even kijken, Monaco speler. Wat hebben we hier voor Monaco spelers? Deze zijn altijd wel lekker om mee te pikken, die levert niet zo heel veel voor in. En die krijg je wel gewoon lekker team van het seizoen spelen voor terug. Dat kan altijd goed zijn. Monaco... Leveren in, weet ik veel, Bakayogo. Fabinho'tje gooien we erin. Prima. Daar gooien we bij Maxwell. Als we nu even Dante hierbij gooien. En dan vervolgens hier de linksmid nog even een Depay'tje. Prima. Hier in de spits even een andere. Hier gooien we Pea. Hebben we dit al. En dan kunnen we verder gewoon hier een paar Brazilianen neergooien. Vanuit welke competitie dan ook. Alan gooien we erbij. Hier gooien we Danilo. Dan kunnen we verder een Serie A teampje van maken. Hier een Braziliaanse keeper. Hiatch hebben we dan. Dan kunnen we meteen ook redden. Hier redden we het ook gewoon mee. Prima. Come on. Gaan we deze inleveren. Dit is heel goedkoop. We hebben als duurste speler. Ik denk dat de duurste misschien Depay was. Of weet ik veel. Alan of zo. Krijgen we één zelfs een goudpakket van. Gaan we door met Leipzig tegen Sevilla. Leipzig tegen Sevilla. Lijkt ook niet heel duur.
Wederom 80, Teamgeist 85, ongeveer hetzelfde. We gaan even kijken, Sevilla. Sevilla hebben we daar een beetje makkelijke spelers van. Nou, we gooien deze Nasri er wel bij. Hier hebben we, laten we Orban maar erbij gooien, dat is makkelijk linken. Hier verder even een beetje Bundesliga, René Adler, rechtsback hier, Rafinha, Jong gewoon. Dit is perfect, een Franse, dan kunnen we verder hier een Franse hoek maken. Bundesliga CVM'tje, pakken we Reude mee, Traoré'tje, prima, dit allemaal lekker joh. Hier kunnen we allemaal gewoon linken wat we willen. Bojan erbij voor die rating. Even kijken, Frankrijk. Laten we deze Toulalan een keer pakken. We hebben nu al te veel Bundesliga. Oké, we hebben te veel Bundesliga. Ik zie het ook weer. De rating hebben we goed. We moeten die net even wisselen voor een paar Franse dingen. Even kijken, hebben we het zo. Nog even één Bundesliga spelletje eruit. Gooien we Horo. Dan hebben we niet genoeg rating. Modeste. Noem het zo, gooien we hier Sanson erin in plaats van deze linksback. Heb dat nog gehaald. Onze duurste spelers hier denk ik Nasri. Ja, het zal wel. Prima teampje. Leveren we in. Klaar ermee. Oppa en door. We hebben nu 2 van de 4 gehad. Arsenal bij Fika en Chelsea Inter. Weer precies hetzelfde. Arsenal 1 bij Fika 1. Dat is ook wel niet moeilijk, hè. Ze maken het echt wel onmakkelijk. Arsenal gooien we hier Montreal op linksback. Die is goedkoop en wel redelijk hoog. Bij Fika had ik hier Julio Cesar al vrijgezet. Even kijken, wat hebben we hier? Liga NOS. Oké, dan hebben we hier in ieder geval ons Liga NOS hoekje gemaakt. We even BPL afmaken. Even kijken. BPL links midje, link met Montreal. Kunnen er heel veel zijn. We gooien even een non-rare Cleverly weg. Prima, hier een CAM'tje. Dan hebben we hier Barkley, prima joh. Prima, inleveren die handel, weg ermee. Dit is echt nog veel simpeler trouwens. BPL heb je zoveel spelers van. Dan de laatste, Chelsea Inter, wederom BPL club. En wat voor club, hè? En wat voor club? Come on Chelsea, Blues. Even kijken, Chelsea, wat hebben we hiervan? Hiervan hebben we... Wat kunnen we weggooien? Ik gooi die Zuma wel even weg. We moeten even kijken naar de rating. Die rating moet nog redelijk wat omhoog volgens mij. Dus we kunnen even hier wat hogere Premier League verdedigers erbij gooien. We kunnen meteen Terry erbij gooien. We kunnen ook gewoon een wat goedkopere pakken. Sharkos ofzo. Sharkos die linken we hier vervolgens met deze Butland. Daar heb ik nog een hogere versie van. Hier even een rechtsbackje. Dan hebben we hier Zion. Redden we dat daarmee? Dan nog een rechtsmid erbij. Even kijken, misschien redden we het wel niet. Maar we gaan het even kijken. Ja, redden we makkelijk. Amrabatje. Kom maar. Goedkoop, zijn we klaar met deze marquee matchup. Hebben we ze alle 4 gedaan. Hebben we dus 5 packs om te openen. 4 normale packs en 1 zo'n Team of the Tournament pack. Deze is lekker. Die vind ik hartstikke lekker, dames en heren. Die gaan we rustig meepikken volgens mij. We gaan naar die store toe en hier wordt het open geblazen. Dit is echt feest. Dit is echt feest. We gaan... Oh! Wat een packs, joh. Wat een packs, joh. Dit zijn echt serieuze packs. Deze gaan we openen. Wat hebben we hierin? Geen walkout. Als we 1 walkout hebben, ben ik ongelooflijk blij. Hier hebben we 3 zeldzame spelers in die meevallen. Hier hebben we Savage. Oké, even kijken, wat hebben we hier nog meer in zitten? 82 is wel redelijk hoog weer om terug te stacken. Bellerin, prima hoor. Prima hoor. Bellerin, Clichy en Savic, dat zijn prima packs. Volgende pack hebben we hier een wildcard. Nee, weer niet. Het zijn wel redelijke packs gewoon. Gewoon 3 van die zeldzame spelers die altijd goed zijn. Hier hebben we... Wie zit? Oh, dit is Smolov, ja. Smikkel weer Smolov. Gaan we meenemen. En nog een packje, prima. Het zijn wel alleen maar kleine sterren. Ik wil wel 1 redelijke ster. Nog hier hebben we Traoré. Ik wil nog wel 1 lekkere grote ster of zo. Ik wil graag een lekkere grote ster. Hebben hier een grote ster in... Nee, alleen maar kleine sterren in die packs. Alleen maar kleine sterren. Hier hebben we... Fernandes. Ook niet heel goed. Als dit een voorbode is voor die pack die ik ga krijgen van die Team of the Tournament pack, dan is het echt dramatisch. Wat hebben we hier verder? Fernandes en Stark. 2 spelerspakket, waaronder 1 zeldzaam. Kom maar op met die grote, gouden, flinke joekel. Hier hebben we... dit valt heel erg tegen, hè. Ja, Salibuur. Een tweede bal waarschijnlijk. Ja. En dan komt hij aan. Team of the Tournament pack. Kom op, ik weet helemaal niet wat voor spelers erin kunnen. Ik heb echt geen idee wat erin kan zitten. Ik denk dat ik gewoon weer Nick 4 heb gekregen. We gaan het meemaken. Kom op, walkout. Geen walkout. Ik krijg Nick 4 geven, let op. Komt hij aan, Nick 4 geven. Come on. Ja, ik heb... Ik heb serieus Nick 4 geven. Die heb ik al zo fucking vaak gepakt. Nick fucking 4 geven. Die heb ik echt zo vaak gepakt al. Wat een drama. Oké, we hebben nog meer van die dingen. We gaan even die futties unlocken. Oké, die Sterling is wel redelijk duur, maar deze 3 kunnen we sowieso mee pakken. Die zijn wel leuk om te doen. Daar hebben we gewoon een kleurtje van. Even goed als een normale kaart, maar ja, met een kleurtje altijd mooi meegenomen. Een team van 75 rated, team geeft 60. Nou, prima. Gooi op goud, laag naar hoog. En dan gaan we dit er gewoon ingooien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog 1 spelletje erbij. Zo. En dan gaan we vullen. Dit is heel simpel, dus je krijgt heel gemakkelijk zo'n futtietje mee. Ja, je betaalt wel even, ik weet niet hoeveel coins het zou kosten. Ik denk 11 keer 500 of zo. Hoeveel is dat? Prima zo, dus leveren we in. Dan krijgen we een Inaki Williams van, ja, waar we niet heel veel mee doen. Maar kijk, je hebt wel een paar van die challenges waarbij je zo'n futtie moet inleveren. Dat is wel lekker om ze toch gewoon te hebben. Ook gaan we even die Florenzi, die moesten ze zo komen mee pakken. Wat voor competitie pakken we nou? We pakken nu de Super League. Spitsje en dan ben je klaar. Leveren we deze in, dan hebben we daar een 82 Florenzi mee gepakt. Ja, zoals ik zei, ze zijn niet beter dan de normale kaarten, maar er zijn wel een paar van die momenten waarop je voor een squad challenge weer een futtie nodig hebt.
En dan kan je deze heel makkelijk inleveren. Sissoko, Florenzi en Inaki Williams. Leuk om te hebben. Gooi weer in de club. Doen we verder niks mee. Maar goed, je kan ze ook maar een keer nodig hebben. Rashford, Torres. Hoeveel is die Aubameyang waard? Wat moeten we voor die Aubameyang doen? 84, 2 informs. Niet duur. Echt niet duur. Een paar van die untradable informpies. Chesney. Zeggen we Toedeledokie. Moet even goedkoop informpie kopen. Het kan echt, dat moet dan een inform zijn van ongeveer 83, 84, zoiets. Ja, dat is best redelijk. Dus De Vrel voor 17k. Ja, is wel heel prima. Oh, Rugani. Hoeveel is Rugani? 22,57. Dat is lekker hoor. Dat is echt lekker. Ik denk dat die Rugani gewoon gaan meepakken. Ja, ga ik doen. Ik ga Rugani kopen. 83. Dat is echt een koopje. 83 in vorm kopen we. Gaan we rustig meenemen. Die kunnen we meteen linken met Chesney. Dan hebben we al 84 en 83. Dit is perfect. Dit is echt perfect. Rugani. 22k. Geen geld. Dus Consigli gooien we erbij. Ik denk dat ik zo meteen nog wel. Ik denk dat ik gewoon 83 en 82 doen. En één hoger om nog het echt op te vullen. Peren, De Rossi. Even kijken wat hebben we voor league. Serie A spelers nog verder. Niet echt veel. 89 of 89 is niet genoeg? Hoe kan 89 dan niet genoeg zijn? Oei, oei, oei. Oké, dan haal ik even wat uit nog. Haal ik even een paar 82's eruit. Halen we die de vrij weg. Ik ga nu puur voor de rating testen als ik hier deze 3 erin gooi. 84, 84, 85. Dan haal ik het dan qua rating. Even testen. Dit gooien we erbij. Dit gooien we erbij. En dan deze erbij. Halen we het dan? Nog steeds niet, hè? Oké, zo klopt die. Oké, we hebben nog 2 86's. En 284's. Oké, even kijken wat de goedkoopste zijn. Oké, ik heb even gecheckt. De goedkoopste manier is denk ik Diego Costa, Cazorla. En dan Sommer en Banega, zoiets. We moeten sowieso Diego Costa en Cazorla hebben. Dat zijn de twee goedkoopste 86's. Betalen we godverdomme 16k voor Diego Costa. Oké. Santi Cazorla kopen we wederom 16k. We hebben wel 32k toch betaald voor deze Aubameyang. Niet veel, maar goed. Een Banegaatje. En dan vervolgens als laatste kopen we een Sommer of zo. Sommer is ook heel goedkoop. En dan kopen we wel Farman als laatste. Farman, ook niet heel duur. Even kijken. Hebben we dus Banega, Farman, Diego Costa en Santi Cazorla gekocht. Met die vier kunnen we het team compleet maken voor deze Aubameyang. Ik heb er verder niks aan die Aubameyang, hè. Ik heb er echt helemaal niks aan. Maar ja, ik wil hem toch even hebben. We kunnen hem nu unlocken. Hoeveel hebben we dan nog voor? 5 dagen. Ja, laat ik hem even meepakken dan maar. Dus gooien we erin. Cazorla, Diego Costa. Vervolgens hier deze Farman. En als laatste komt hier om de hoek kijken Banega. Ja, dank u. Diego Costa had je erbij. En dan vervolgens hier als laatste Cazorla. Hebben we hem unlocked. Ah, oh, chemistry. Nee. Nee, chemistry. Oké, kijk, plus 2. Dank u. Dan hebben we nu 59. Gooi hier op deze Vasquez nog even een CA en een CM kaart en dan zijn we ook klaar. Kom maar door, dank u wel. Dan hebben we ons nog gehaald. Dan hebben we één kaart op Santi Cazorla verspeeld. Sloeg nergens op die kaart, maar goed, maakt niet uit. Nu hebben we hem gehaald, gaan we deze inleveren. Toch wel redelijk duurder dan ik dacht. Ik had verwacht dat het redelijk makkelijk zou zijn, maar we hebben toch nog twee van die 86's moeten kopen. Dit is niet anders. Deze leveren we in. Hebben we hem gewoon gehaald. Hebben we deze 88 Pierre-Emerick Aubameyang Futmus kaart. Is lekker. En dan ben ik ook klaar voor de video van vandaag. Want ik ga die andere ding toch niet unlocken. Ik zou best kunnen dat ik die Lama en die Xabilons nog een keer ga unlocken. Maar daar hebben we nog voor mij echt 3 maanden voor. Mensen, voor nu bedankt voor het kijken. We hebben toch best wel veel dingen gedaan. Kunnen we even een duimpje omhoog doen. Tot de volgende video. Laat me eens reageren. En zeg ik voor nu. Later mensen.